Hoe gaat het met jou? 5 maanden geleden, even uit mijn hoofd, het programma Boos, jouw programma. Je ging verhaal halen bij een Nijmeegse huisjesbaas. Ja, vastgoedondernemer. Vastgoedondernemer. Ja. Ik zie je daar nog staan in die hal, een beetje geharrebaar, zoals dat een beetje gaat. En ineens kreeg je een ongelofelijke knal van je kanus. Een paar. Ja. Ja, dat was minder leuk dan we gehoopt hadden. Lang verhaal kort. Mijn kakels gebroken, nektrauma, scheur, mijn jukbeen. En mijn hersenen gekneusd, hersenschudding. En dat betekent dat je er even uit moet. Maar nou, 5 maanden, hè? Ja, maar ik ben er 5 weken doorheen gelopen. Mijn kaak die zat in een spalk, dus ik mocht alleen sapjes drinken. En ik dacht, godverdomme, ik heb honger, man, heel de tijd. En ik word duizelig van. En toen op een gegeven moment mocht ik weer eten, dacht ik, ik blijf duizelig. En dat bleek dat die klap zo hard was dat mijn hersenen een flinke optaat hadden gehad. Dit is een hersenschudding? Of? Ja, hersenschudding, ja. En duurt dat... Ja, ik weet dat kan zo lang duren, zeker als je aan het begin niet rust neemt. Ik dacht, ik heb honger en ik ben duizelig. Maar mijn hersenen werkten dus even niet zo goed. En dat was, dus ik heb echt 3 maanden zonder grappen kleurplaten zitten maken. Ja, dat was als therapie? Of? Nee, de dokter zei, ja, je mag eigenlijk niks. Je moet leven alsof je 80 jaar bent, maar dan niet Jan Terlouw. Dus het land door... een beetje boodschappen doen, een beetje zitten, een beetje wachten. Geen films, geen internet, niks. Rustig zeg. Een hel. Een hel, ja. Ja, ik ben blij dat ik weer hier zit. Ja, maar de kleurplaat heb je zelf verzonnen als een soort... Dan kon ik nog iets doen. Ik mocht gewoon mijn hersenen niet overbelasten. Dus... Is dit nou het eerste wat je heel voorzichtig probeert? Op de kruk en dan wandelingetje naar de stoel? Ja, ik dacht we beginnen gewoon... Moet je een arm of gaat het vanzelf? Nee, het gaat wel.